Good evening and welcome to the Midnight Movie Review Presents. Tonight we're going to watch two films from Oerbol in the Oerbol 2.0, and it's called 2.0 because we're not showing the tongue-in-cheek, bad, terrible Oerbol films like Blood Rain or Alone in the Dark. These are two, important films. Oer uses in these films violence to make a statement about how the world looks right now. Everybody, the whole village, I'm gonna plant the whole village. He's coming! This is not your destiny. You're not supposed to be here. These journalists are not supposed to be here. You're not supposed to be feeding anybody. Food doesn't help the dead, you know that. Het is een hele indringende film, een hele indrukwekkende film. Enorm realistisch, bijna bang, bijna eng realistisch. En de reacties uit de zaal waren duidelijk. Iedereen was muisstil. De film heeft toch, geloof ik, op iedereen een enorme diepe indruk gemaakt. Ik heb eigenlijk nooit iets van die Oerbol gezien, alleen maar van verhaal gehoord. En alleen daarvan was deze mij zeer goed bevallen. Het was eigenlijk gewoon watchable. En dat had ik niet verwacht. We're now gonna watch the interview I did with Oer. Oer, the first question actually is, in Darfur, one of the most horrible things we see is there is a baby getting spiked on screen. Is there anything you will not film ever? No. The thing is, like, everything what you see in Darfur, you can read up about massacres also. And we don't show anything what is not actually accurate, or we overdo it or something. So they impale children, they burn children and women alive. And I try to be as close as possible to the truth. Auschwitz, ja, een bijzondere film. Ik ken de beroemde film over de Holocaust van Steven Spielberg, Schindler's List. Dit is echt totaal andere koek. Oerbol neemt je echt mee in het kamp en hij laat je bijna voelen hoe het is om daar te zijn. Enorm indrukwekkend, maar je voelt je er ook meteen een beetje ongemakkelijk erbij. Tenminste, dat heb ik zelf ervaren. Nou, in tegenstelling tot Darfur was hier mijn vooroordeel van Oerbol wel bevestigd. Deze film vond ik kut. Nou goed, de volgende keer gaan we dus een Remember Broodavond doen met de film Stadja van Herbert Curiel en Herman Brood and His Wild Romance at a Rock Past. Check it out.